Nee, we hebben inderdaad, Rudy zei het al, een verrassing voor u. Want u gaat niet om de N18 heen rijden, maar we gaan straks op de nieuwe N18 rijden. Ik was een beetje nieuwsgierig of ik dat nog mee zou maken. Hè? U gaat alles zien. Ja, ze zit erin hoor. En daar gaat ze, op weg naar de nieuwe N18. Wij mogen vanwege de veiligheid niet mee, maar op de beelden die de stichting N18 Drone Projects heeft gemaakt, zie je Dini genieten. En dit waar we nu overheen rijden is een hulpbrug. Oh. Dat is een tijdelijke brug. Ja, die gaat er ver uit. Ja. En hoe vond u dat? Geweldig. Geweldig in één woord. En na de rit volgt nog een verrassing. We hebben hier vanmorgen overheen gereden, hier middendoor. Dit is de lijn wat je hier ziet. Oh ja. Dini ziet hoe de drone de meest prachtige beelden maakt. Ik had zo'n ding zo nog nooit gezien. En natuurlijk wil ze het zelf ook even proberen, toch? Ja, durft u het aan? Ik weet niet. Ja, doe maar gewoon als ik zeg van als je niks doet. Ja, dan gebeurt er ook niks. Dan gebeurt er niks. Zo? Ja, en dan een keertje naar achteren. Oeh, dat gaat daar. Gewoon proberen een beetje langzame beweging maken. En doe nou maar eens een keertje heel voorzichtig naar links. Mooi is het als je daar iemand gelukkig kunt maken door zoiets speciaals voor iemand te doen. En dat is dan iets wat we ook uiteindelijk gaan doen voor andere instanties en instellingen. En dan gaan we dan ook voor een groep mensen gaan we dronevideo's tonen. Dini heeft in ieder geval de dag van haar leven gehad. Is geweldig.